Ik ben Suzanne en vandaag ga ik op zoek naar de dingen waarvan je nog niet wist dat je die altijd al wilde weten. Ik hou enorm van bomen en planten. En daarvoor heb je natuurlijk zonlicht nodig, een beetje water en heel erg veel liefde. Maar hoe doe je dat nou in een indoor jungle zoals deze, hier in de Aquamundo? Dat gaan we vandaag uitvogelen in Center Parcs de Vossenmeren. Kom mee! Hey, hallo. Ik heb je gevonden. Ja, je bent in de jungle. Het was even zoeken. Ja. Maar jij bent dus al 40 jaar huisbioloog en landschapsarchitect van Center Parcs, ja, hè? Ja, al 40 jaar ben ik een beetje het groene geweten van Center Parcs. Ja, geweldig. Ja. Hey, en hoe werkt dat? Wat doe je allemaal? Ik hou me bezig met het creëren van binnenjungles, van binnenlandschappen, zowel binnen als buiten. Ja. Maar binnen is wel heel erg apart, die exotische plekken met bomen die wij overal ter wereld verzamelen. Okay. En waar wij samen dan een nieuw indoor landschap van maken. Maar mag jij als bioloog zomaar ergens een zeldzame boom vandaan halen? Nee, maar dat zou ik ook nooit willen. Nee, we halen alleen maar bomen weg op plaatsen waar die bomen in gevaar zijn. Dus om ze een tweede leven te geven, wat ze niet kunnen hebben op de plek van origine. Alleen die bomen worden geïmporteerd. Hey, en als ik een reis maak, dan heb ik al last om te wennen weer aan het klimaat of een jetlag. Hebben planten daar ook last van? Planten hebben last van het missen van de wind en het wennen aan lange en korte dagen. Daar zijn ze een paar jaren mee bezig met die jetlag te overwinnen. En het drinken van koud water bijvoorbeeld, want wij wachten het gietwater niet op. Nee, dat zijn een aantal dingen waar planten aan moeten leren werken. Ja, maar hoe gaat zo'n reis dan voor hun? Oh, die reis is niet heel makkelijk. We bereiden die bomen voor met lokale mensen op de plek waar we ze verzamelen. En dan reizen ze in zeecontainers 7 weken lang zonder water, zonder licht over de wereld. Ja. En wat voor soort planten komen hier dan? Oh, we hebben een collectie van duizenden en duizenden soorten bij elkaar. Van Brazilië, van Midden-Afrika, van Burma, van Chili, van Myanmar, van Indonesië. Van heel veel verschillende plekken over de hele tropische wereld. En ik heb er een soort, toch wel bijna familiaire relatie mee. Oké, wat leuk. Ja, het is ook nog eens heel gezond. Ze hebben, buiten dat ze heel erg mooi zijn, hebben ze echt een functie. Deze bomen produceren voor bijna 400 mensen elke dag goede zuurstof. Okay. Voor de akoestiek is het heel erg mooi. Ja. Het is gewoon een heel aangenaam leefklimaat voor mensen. Geweldig. En daar mag jij dagelijks in werken. Ja, ik vind het ook elke dag bijzonder. Hey, jij moet Bart zijn. Ik ben Bart. Hi, Suzanne. Hi, hey, jij bent de expert hier, hè? De jungle van de Center Parcs. Zeker weten. Maar hoe houd je die planten hier binnen nou levend? Ja, we geven ze natuurlijk elke dag water. Ja? We geven ze ook meststoffen, voeding. Okay. Omdat de boom moet natuurlijk ook wat eten. We werken met biologische bestrijders, predatoren. Ja? Om onze bladluizen, wolluizen en spitplaag. We hebben natuurlijk ook vijanden in onze jungle. Okay. Maar met die predatoren kunnen we die bekampen. Maar krijgen ze nou allemaal dezelfde verzorging? Ze krijgen niet allemaal dezelfde verzorging. De ene heeft wat meer dorst dan de andere. Dat is natuurlijk altijd een groot verschil. We moeten goed opletten dat we niet de ene boom te veel water en de andere te weinig water geven. Maar er is één boom en dat is onze grote Coccus lucifera, onze kokosnotenboom. En onze kokospalm, ja, die staat dan van de eerste dag hier op de Vossenmeren. En die neemt zijn water volledig zelf op uit het zwembad. Uit het zwembad? Ja. Maar dan drinkt hij dus chloor? Die drinkt dus chloorwater. Maar van nature komt hij ook voor op stranden en chloor is een zout en daardoor kan hij perfect leven van het chloorwater hier. En Jean, heb jij nou ook nog een lievelingsboom hier? Ja, ik heb op elk park wel een bijzondere boom staan. Op dit park staat een boom van de laatste Duitse keizer, keizer Willem. Ja? Maar de meest bijzondere boom voor mezelf, die heb ik ooit gekregen van een aantal monniken in Cambodja. Een boom van 700 jaar oud, die in de Mekongrivier staat. Die staat nu op een park van Center Parcs. En al onze gasten die die boom even aanraken, die krijgen een zegening vanuit dat klooster. En dat vind ik wel een hele bijzondere boom. Ja? Maar op meerdere plaatsen hebben we een aantal elementen staan die ofwel heel erg oud zijn, of een heel bijzonder verhaal hebben. Je moet je voorstellen, wij halen bomen weg, soms midden in Afrika, voor mensen die zich niet eens kunnen voorstellen wat een vakantiepark of een zwembad is. En om dan te vertellen dat hun bomen uit hun tuin naar zulke plek toe gaan, daar zitten hele mooie verhalen. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Ik wil hier eens even iets aan die visstaart wel om laten zien. Ja? Dat is eigenlijk best wel bijzonder. Als je er goed naar kijkt, dan zie je waarom dat die zo heet. Ja, net of die afgeknipt is. En die heeft ook een beetje last gehad van de wintertijd. En je ziet die kleine bruine randjes en dat puntje, dat is toch van de korte dagen. Okay. Dus daar moeten we met voeding iets aan bij corrigeren. Dat is niet zo heel makkelijk. Het is wel heel bijzonder hè, wat jullie hier doen binnen Center Parcs. Maar zijn jullie daar uniek in? Ja, daar kan ik heel trots op antwoorden.
Ik ben daar heel fanatisch in, ze noemen me niet van niks de Jungle Doctor. Ah, geweldig. Nou Jean, ik heb in ieder geval ontzettend veel geleerd vandaag. En ik geloof dat ik mijn plantjes thuis toch maar even iets meer aandacht ga geven. Je krijgt er een hoop plantenliefde voor terug, dat weet ik zeker. Dankjewel. Graag gedaan. Het is zo bijzonder dat er van over de hele wereld de natuur hier in Center Parks in de Indoor Jungle in leven wordt gehouden. En dat er met een heel team heel veel liefde gegeven wordt aan de planten en de bomen. Dat is wat je noemt groene en goede daden. Ik zeg, we hebben er weer uitgevogeld. Like de video, abonneer en dan zie ik je misschien snel weer. Doei!